What's good, Kelvin? Mijn naam is Kelvin, a.k.a. Kalvijn. En leuk dat je kijkt naar een nieuwe aflevering van... Gekkenwerk. Dit was helemaal kut. Doe eens gek, je bent al normaal genoeg. Dat is mijn motto. God! En daarom doe ik in deze serie de meest idiote dingen die nog nooit iemand heeft gedaan. Waarom? Omdat het fucking grappig is. Ja, kom! En als het me niet lukt om de opdracht binnen 24 uur te fixen, kap ik met deze serie. Welkom bij Gekkenwerk. What's good, dames en heren, jongens en meisjes. Mijn naam is Kalvijn en het is tijd voor een nieuwe Gekkenwerk aflevering. Eentje die pittig wordt. Vrij pittig. We weten natuurlijk allemaal dat je kan abonneren op YouTube. Weet je wel, dat is dat knopje waar je gewoon gratis op kan klikken en dan ben je geabonneerd op mijn kanaal. En ik heb meer dan 1 miljoen abonnees, dus daar ben ik trots op. Maar ik ga in deze aflevering proberen om daar binnen 24 uur 100.000 bij te krijgen. Jazeker. De vorige aflevering waarin we de bioscoopfilm filmden binnen 24 uur beviel me eigenlijk wel en daarin heb ik de opdracht zelf bedacht. Dus ik dacht, nou, laten we dat gewoon even doortrekken. En ook vandaag heb ik bedacht dat we dus 100.000 abonnees binnen 24 uur moeten gaan halen. Het is bijna niet te doen, maar wel fucking grappig. Hè? Ortje vindt het ook grappig, hè? Ortje, vind je het ook grappig? Vind je het ook grappig? Goed, plus 100.000 abonnees proberen te halen binnen 24 uur. We gaan kijken of het lukt. Goed, dit is het plan. Deze opdracht is bijna niet te doen als je niks zou voorbereiden. Maar dat heb ik wel gedaan, want anders gaat het nooit lukken. We gaan 24 uur live uitzenden via YouTube. Dit doe ik vanuit een epische bus met allemaal technische snufjes en genoeg chips en cola waarmee ik het hele land door ga karren. We starten 's ochtends om 9 uur. Op dat moment heb ik 1.173.543 abonnees. We stoppen op allemaal plaatsen in Nederland en schreeuwen het van de daken. Abonneer op Kalvijn, abonneer op Kalvijn! Een soort presidentscampagne, maar dan een 23-jarige blonde mongool snakkend naar 100.000 abonnementen. Klinkt als het beste plan ooit. I got this. Het is vroeg. Om 9 uur gaan we de livestream beginnen en dan ga ik de hele dag in een bus met liveverbinding door het land crossen om campagne te voeren en hopen dat het gaat lukken. Ik heb echt geen flauw idee, maar ik weet wel dat ik nog best wel moe ben, dus ik moet nog even wakker worden. Goedemorgen. Heb je een beetje geslapen? Ik ben ready. Hebben jullie een beetje geslapen? Nee. Oh, oké. Okay. Ja, dat is veelbelovend. Dit zijn de twee cameramannen van vandaag. Michael en Bradley. Strijders. Alles goed? Ja. Jazeker. Was lekker? Dit is de Nerd Squad. Dit is de Nerd Squad. Deze heren gaan ervoor zorgen dat het beeld niet op zwart gaat. Nog een half uur en dan gaan we beginnen. Dan gaat het officieel los. En dan zullen we zien wat de komende 24 uur ons gaat brengen. We zijn in ieder geval allemaal. Dat is het belangrijkste. Er is niemand gesneuveld tot nu toe. Het gaat gebeuren. Het gaat gebeuren. Het is 8:52 as we speak. Kijk. Daar staat de bus. Daar staat hij. Ik weet eigenlijk alleen nog helemaal niet wat we precies gaan doen in de livestream. Technisch is alles voorbereid en we weten waar we naartoe gaan. Er is een route, maar ja, het is niet dat ik een heel draaiboek heb van alles wat ik ga doen. Kijk eens even joh, dit is hem gewoon. Bam. Welkom. Daar zijn we dan. In de bus. De submobiel. Dit is een live camera. Dit is een lampje voor als het donker wordt vannacht. Hier zijn deze technische mannen bezig met de andere camera's. We hebben ook gewoon een lekker koffieapparaatje, magnetronnetje, boodschapjes. Wat wil je nog meer? Hier gaan we de komende 24 uur gewoon in vertoeven. En hier gaan we de missie proberen te volbrengen, jongens. 24 uur om 100.000 abonnees te halen. Krankzinnig. En praktisch onmogelijk, maar ik heb er wel vertrouwen in. Ik heb er vertrouwen in. Welkom in de bus. We hebben een groot live publiek met ons mee. Applaus! Oh nee. Normaal gesproken komt er op zaterdag een video online van Gekkenwerk, waarin ik een opdracht probeer te doen. En dan zien jullie na 20 minuten kijken of het gelukt is of niet. Maar vandaag is het even anders. Ik heb namelijk de opdracht gekregen om 100.000 abonnees te halen binnen 24 uur. Maar ik wil vooral zeggen, vraag je oma, je opa, iedereen in je WhatsApp groepen. Ga langs de deuren. en check met mensen of ze willen abonneren. En dat gaan we vandaag de hele dag proberen te fixen. We gaan langs allerlei steden om ervoor te zorgen dat iedereen ervan op de hoogte is en dat iedereen gaat abonneren. En mijn sacrifice is dat ik de hele 24 uur in deze fucking camera ga praten. We zijn in Hilversum, bij een studio. Studio A plus B. Nou ja, en hier, hier gaan we volgens mij een beetje een tv-programma verstoren. Hallo! Ik kom even inbreken. Ik moet binnen 24 uur 100.000 abonnees halen. Dat kan eigenlijk helemaal niet, maar we gaan het toch proberen. Wat goed. En je bent dat flyer of wat? Ja, kijk, ik ben 24 uur live op YouTube. We zijn net een uur bezig. Oké, goedemorgen allemaal. En er kijken allemaal mensen die dit allemaal live op YouTube aan het kijken zijn. En natuurlijk alle Seb Live kijkers. Dus ik dacht, dat gaan we even combineren. Ja, heel goed. Ik zou zeggen, check even jouw kanaal en zorg ervoor dat er geabonneerd wordt. Want, dat is het belangrijkste. Kijk, we hebben nog 23 uur. Abonneer op mij, maar niet alleen op mij, maar weet je, vraag ook gewoon je oma's, je tantes, je neven, je voetbalteam. Succes met je rondreis. Dankjewel. Blijf wakker en zet hem op. Dankjewel. Applausje jongens! Het is gelukt, we zijn gewoon even bij Seb Live ingebroken. Dat vond ik wel even lekker. Niemand verwachtte het ook. Dat was echt geniaal. We zijn bij, nou toch wel de, de partij die de aarde een beetje kapot maakt, Shell. We gaan naar buiten. Alles wel? We zijn live op YouTube. Hallo. Alles goed? Ja, prima. Heb jij een telefoon? Ik heb zeker een telefoon. Het is binnen 24 uur moet ik 100.000 abonnees erbij hebben. Dus ik dacht... Dat wil ik wel even voor je doen. Ja? Ja, dankjewel. Lekker man. Hebben we er weer een bij. Alles goed? Ja, goed met jou. Jazeker. Heb je een telefoon bij je? Ja. Geabonneerd. En weet je wat leuk is? Als je nu hier kijkt, dan zie je jezelf. Oh. Is toch lachen? Mooi hè? Hallo. Waar ga je naartoe? Naar Zandvoort. Zandvoort. Ja. Ga je daar mensen tegenkomen? Nou, misschien wel. Geef dit even aan ze. Ja. En dan klikt u even op abonneren. Nou, dan is het gelukt. Hey, bedankt. En wel elke week kijken, hè? Natuurlijk. Goed zo. Ja. Ja, dan moeten we even met die meneer daar, met die pet. U begint hier zomaar te filmen. Er wordt niemand ingelicht over wat er gaat gebeuren. Nee. Wij weten van niks. Dan moeten we even met, dat is mijn producent, die kan u alles uitleggen. Wij zitten live in de uitzending. Ja, die kan dat. We hebben allemaal geen toestemming. We moeten denk ik weg hier. Kom, we gaan weg hier. Ja, dan verwijderen we gewoon de beelden. Ja, dat verwijderen we wel. Dank u wel, mevrouw. Nou jongens, ik breng toch gewoon alleen maar positiviteit. Zo, nou dat was, jullie zijn live getuige geweest van een zoware guerrilla marketingactie. Dus doe ermee wat je wil. Ik vond lachen. Dit is een krentenbol. Deze zeswielen gaat ervoor zorgen dat wij door heel Nederland gaan. Dat zijn allemaal plekken langs jouw woonplaats, je stad, je dorp, whatever. En nu zijn we bijna bij het Wester Gasterrein. We arrived, Wester Gasterrein. Shout out, Amsterdam. Ja, jullie zijn er. Ja, ik ben te oud. Jullie hebben wel een telefoon, mag ik jullie wat vragen? Ja. Wil je abonneren op mijn kanaal? KAL. Hoppatee. Geabonneerd, dankjewel vriendin. Hier, neem dit mee. Goeiedag. Hier, neem dit mee. Kijk, zo maak je reclame. Heb je gerend? Hey! Dit is Paul. Paul is een teringleier. Oh! Ik ben gewoon nog niet eens geabonneerd, hè? Die abonneren. Vieze hond. Nog nooit geabonneerd. Nee, maar dat is juist goed, want dan gaat het sneller. Nou, komt-ie. Ga je mee in de bus? Ik ga mee. Oké, chill. Jeetje, man. Dit is lekker, hè? Dit is top. Dit is zo lekker, hè? Dit is vet. We zijn bijna in de buurt van Batavia Stad, klopt dat? We zijn bijna bij Batavia Stad. 5 minuutjes. Kijk maar, strijders. Strijders abonneren deze dagen allemaal. Abonneer op Kalvijn. Ja, hier. En abonneer even. Ja? Hier staat hoe het moet. Oké, kusjes, groetjes. Wat een leuke plek. Kijk eens, alsjeblieft. Kijk eens aan. Abonneer op Kalvijn. Oh. Ai, dat is moeilijk. Ben je al wel geabonneerd op mij? Ja, ja. Oké, dat is wel belangrijk. Ik rijd deze even door. Jullie zijn vast wel abonnees. Ik moet 100.000 abonnees in 24 uur halen. Fijne dag, wij moeten hier vertrekken. En zo zie je maar weer, Batavia Stad, het leeft. Men rukt uit om ervoor te zorgen dat deze opdracht wordt voltooid. Welkom, we zijn in Lelystad. We zijn al denk ik nu, nou, we zijn 4 uur bezig. Ja, 4,5 uur of zo. Dus het gaat wel lekker. Het wordt, weet je, er heerst enthousiasme, mensen zijn blij, mensen zijn hyped. We gaan nu naar Groningen toe, dus gaan we daar chillen. We hebben er volgens mij iets van 15.000 abonnees bij of zo, dus dat is al sowieso al fucking ziek. Maar ja, we moeten natuurlijk 100k, dus we gaan gewoon weer verder. We zijn officieel 5 uur bezig. Ik ben de enige die applaudisseert. Maar goed. Maar het regent, en het regent, abonnees. Over 10 minuten zijn we op de Grote Markt, dat is wat telt. Leuk. Ik moet even richting de Grote Markt. Wat is de makkelijkste manier? Volgens mij hier en dan naar rechts. Ik heb geen idee waar we zijn. Dus, dank u wel. Perfect. Kom eens hier, ik moet jullie iets vragen. Kom even. Kom. Heb je een telefoon bij je? Jawel, hè? Ja. Pak je telefoon er eens bij. Ja, dit is prima. Ja, dan gaat hij een of andere... Ja, je bent geabonneerd. Top, dat was het. Je bent geweldig. Ja, yes. En jullie ook even allemaal. En niet ja zeggen en niet doen, maar gewoon ook echt doen. Ja, we doen dat. Anders kom ik jullie halen. Alsjeblieft. Yes! Hallo. Alles lekker? Kom maar. Kijk, het begint nu. Nu begint hij een beetje los te komen. Kijk, het is heel simpel. Ik ben hier een half uur of zo, dan moet ik weer verder. Ik ga jullie gewoon allemaal dit geven. En als jullie straks klaar zijn hier en ik ben weer weg, dan kun je dit gewoon aan iedereen op straat geven. Jeetje, ik heb nog nooit zoveel stille mensen bij elkaar. Ja. Zijn jullie al wel geabonneerd? Ja! Ja. Oké, okay. Dan laat je horen! Ja. Yes! Abonneer op Kalvijn allemaal! Niet op mij! Niet op mij! We moeten naar de bus, jongens. Het spijt me. Wow. Jeetje. Jezus, gast. Zo, dit was heel heftig. Welkom bij Gekkenwerk. Jeetje, wat een trip was dit. Er zijn volgens mij heel veel fans in Kampen. Ik zie het nog steeds. Fucking veel in Kampen. Kijk het losgaan, jongen, daar. Godsamme, nee. Dit is niet normaal. Dit is niet normaal. Jezus. Dit is heel heftig. Zullen we een klein beetje ruimte maken? Het is inmiddels 5:30. 5:30. En we zijn aangekomen in Kampen. Kampen is loos, man. Kampen gaat loesoe. Ik wist niet eens dat er zoveel mensen in Kampen woonden. Kijk dan. Dit is echt ziek. Ik kom voor de cameraman. Ja, helemaal. Dit is niet goed. Dit is niet goed. Dit is ongezond. Ga jullie lekker? Ja! Zijn jullie al geabonneerd? Ja! Oké, dat is nice. Nou, we gaan hier even een paar uurtjes vertoeven, een beetje chillen, een beetje foto's maken en dan gaan we straks weer door. Sorry dat ik weinig film voor de Gekkenwerk aflevering, maar het is een chaotische dag en we moeten de missie proberen te voltooien, dus we gaan het doen. Oké, let's take some pics. We gaan even deze kant op, want we staan op de weg, is niet veilig. Oké, Kampen, dankjewel. Dankjewel. Wij gaan weer verder. Dankjewel. En we gaan door. Dag, kijkers van Gekkenwerk. Ik ben een beetje naar de tyfus, maar we zijn bijna 10 uur live. We zijn in Groningen geweest, we zijn in Kampen geweest, we zijn in Hilversum geweest, in Amsterdam geweest. En het is een chaos. Paul is ook net weg, dus ik moet het weer helemaal alleen doen. Straks gaan we naar 538. Dan gaan we even de boel op stel te zetten, maar eerst gaan we eten in de McDonald's. Ik hoop dat het gaat lukken. 100.000 abonnees, 24 uur. Who knows? Yo! Harderwijk, let's go! Doe het voor de buurt. Komen jullie allemaal uit Harderwijk? Ja. Nee. Niet? Waar kom jij van? Biddinghuis, vlakbij. Walibi, let's go. Zullen we op de foto? Ja. Kom. Jongens, het is 7:45. En dat betekent dat we bijna 11 uur bezig zijn met live streamen. Dat betekent dat we bijna op de helft zijn. En we zijn nu bij Radio 538. We gaan even bij Igmar chillen. Hallo mensen! Hey. We zijn even... Kijk, dat is het lekkere. Hier op de radio, dan komt er soms muziek en dan kun je over dikke tieten praten en zo. En dan gaat de microfoon weer aan en dan moet je weer politiek correct doen. Maar ja, nu zijn we de hele tijd live, dus het feit dat ik het net over dikke heb, hebben gewoon alsnog een paar duizend mensen gezien. Desalniettemin, kom ik niet eens meer uit mijn woorden. Wij gaan radio maken, ik zie jullie straks weer. En dat was hem even, Radio 538. Hey. Ik ben hier even met Sam van Dalen. Kijk, dit komt zaterdag online. Dat betekent dat de film ook al in de bioscoop is. En dat betekent dat mensen mogen weten wat jij hier net gedaan hebt, namelijk... Ja. Je hebt net een liedje gezongen. Ja. Eigenlijk hebben we het liedje van Sam afgespeeld die in de aftiteling van de film zit. Ja. Ik ga even pissen en dan gaan we weer de bus in. Jongens, tot straks hè. We gaan er mooi avond van maken. Nou, die hangt er. Goed jongen. Ga ervan uit dat hij er een maand blijft hangen. Hoe lang die er blijft hangen? Waarschijnlijk 5 minuten. Het is nu 9:25. Dat betekent dat we 12:25 bezig zijn. We hebben om en nabij 30.000 abonnees erbij, dus dat is geniaal. Maar de avond valt en dat betekent dat mensen gaan slapen. En dat is jammer, maar dat gebeurt. Maar ik weet nog, toen ik een jonge jongen was, toen keek ik altijd ook s'nachts gewoon naar Serious Request, gewoon stiekem, want ik vond het vet. Dus iedereen gaat het hopelijk vandaag ook doen. We gaan feestjes vieren, want anders hou ik het niet vol. En dat allemaal live. Dus ik ga er waarschijnlijk spijt van krijgen. Maar hey, je leeft maar één keer. En blijf voor altijd jong. Dus dat gaan we doen. We zijn gewoon in Utrecht. Tivoli Vredenburg, het is bizar. Ik stap in een bus, nou ja, dan rijden we weg en dan kom ik ergens aan en dan stap ik naar buiten en dan is er ergens feest. En als er geen feest is, dan maken we er een feestje van. Mannen, kom er even bij. Hebben jullie een telefoon bij je? Gaan jullie lekker naar de jaarbeurs, jongens? Ja. Kijk, dat dacht ik al. Hier, Kalvijn, die blonde, dat ben ik. Hier, we zijn live. Abonneren. Hartelijk bedankt. Fijne avond. Yes, dankjewel. Hoi. Kijk, en dit ben jij. Nou. Dit is toch grappig, hé. Dit is leuk, man. Veel plezier met jullie feest. Ja, dankjewel. Ik ga ook, kom ook nog even langs, denk ik, straks. Welkom in Tivoli Vredenburg. Dankjewel. Ik moet er echt vandoor. Gaan we heen, Jeroen. Maaskantje! Gruwelijk! Gewoon altijd zwaaien. De situatie is een beetje als volgt. We zijn op een piratenfeest ergens in Maaskantje. We moeten straks de bus uitrennen. Dan hebben we 3 minuten om het podium op te gaan. Volgens mij inmiddels nog maar 2 minuten. Gekke week dit. En dan moeten we het doen. Man, wat een gekke week. Oké. Als je denkt dat de renscènes bij Gekkenwerk in scène worden gezet, dan heb je het mis, want dit is altijd zo. Oké, abonneer even op mijn YouTube kanaal. Ik moet 100.000 abonnees halen binnen 24 uur. We hebben net een piratenfeestje meegepakt. Ik weet ook niet precies wat daarvan de bedoeling was. Maar ja, we hebben er wat leuks van gemaakt. Dus dat is belangrijk. In Luckies, in Rijssen is het volle bak. En als je ook nog even, als je daar naartoe zou gaan, je doet ook nog even een aankondigingetje. Ik denk dat dat al best wel kan gaan werken. Oké, dan doen we dat toch? Er schijnt dus iemand te zijn, tamelijk een legend, die achter ons rijdt. Ja. Al heel lang. En die heeft net dit filmpje gestuurd. Yo Kalvijn, dat is jouw bus. Ik rij achter je aan in de hoop een handtekening, een handschud, maakt mij niet uit. Ik ben vanuit Utrecht begonnen om de bus te vinden. Dus nou, kijk of dit wat wordt. Oké, we gaan ergens even bij een tankstation stoppen. Ja. Stoppen deze strijden. Wat een held. Jim, jongen. Yes. Alles goed? Zeker. Wat goed je te zien. Ja, dat mag kopen. Staan we even op een tankstation. Ik ben hier met Jim. Jim, hoe lang heb je net achter de bus aangereden? Ik denk een uurtje. Een uur. En het is 2 uur 's nachts. Ja, klopt. Dus dat is wel redelijk geniaal. Dankjewel. Thanks voor de support. We hebben net een foto gemaakt en nu gaan wij even verder. Hey. Thanks. Fijne avond. Yo, jij ook. Yes. Lieve Gekkenwerkkijkers, welkom. Het is 14:15. We zijn onderweg naar Rijssen, dat is in het oosten van het land. Om daar een optreden te doen. Inmiddels zijn we nog steeds gewoon aan het livestreamen. We kijken nu even naar een recap van de dag. Dus ik hoef even niet in beeld. Ik wil in ieder geval deze jongens heel erg bedanken. Dit zijn de cameramannen, die zitten nu gewoon Mario Kart te spelen. Moet ook kunnen. Wij gaan straks gewoon een feestje bouwen en we kijken hoe ver we komen. Man. Heb je verloren, pik? Nee, ja. Jeetje, wat een regen. Ja, ik loop met jullie mee naar de actie. Oké, let's go! Ja hoor, daar zijn we weer. Ik heb je vergeten. We hebben nog 5 uur, 6 uur om ervoor te zorgen dat we daar nog wat extra bovenop gooien. Maar ik vond het nu al een geniale dag, dat absoluut. En we gaan het vandaag even afmaken hier in Rijssen. Een ontzettend knapje bal voor de enige echte Kalvijn! Ja, vergeet dat niet. Op een dag ben je weg met of zonder iets. Ik wil verdommen dat je meer geniet. Dus lach als ik je in het hiernamaals zie. Welkom, het is 3 uur. We hebben net opgetreden in Luckies, in Rijssen. Waarom vraagt iedereen waar is de pet? Waar is je shirt? Ik heb het allemaal aan, jongens. Iedereen vraagt hier, waar is je shirt? Waar is je pet? Waar is je shirt? Waar is je hoofd? Is dit een meme geworden? Is de waar is meme is actief. Waar is je pet? Mijn stem is aan de kloten. En ja, ik ben gewoon de arretering. Joejoe. Jongens, we zijn weer in Utrecht. Het is 3:20 over 4. Eigenlijk is het 3:20 over 5, maar de klok is een uur teruggegaan, dus het is 3:20 over 4. Dag meneer. Arie Bot is de naam. Kelvin Boerma is de naam. We zijn live op YouTube. Live op YouTube? Ja zeker, er zijn een paar duizend mensen die kijken. Geweldig. Dus wilt u nog iets vertellen tegen de mensen? Ja, kom even naar binnen. Kom binnen. Ja, leuk. Kom, maak even een kring. Kom jongens. De groep van vandaag. Veilig thuis. In Jezus' naam. Amen. 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 Ik vond het wel een bijzondere gewaarwording. Ik heb gewoon hand in hand gestaan met wildvreemde mensen en geluisterd naar een gebedje. Welkom in Amsterdam, jongens. Welkom terug in Amsterdam. Dit is Michael, de cameraman. We zijn nog steeds live, want we hebben nog 2,5 uur. 2,5 uur om ervoor te zorgen dat dit lukt. Maar ja, ik denk dat het lastig wordt om in 2,5 uur nog even een kleine 70.000 abonnees erbij te krijgen. Daar gaan we ook niet eens meer proberen. Ik ga nu gewoon proberen om überhaupt wakker te blijven, want ik ben helemaal naar de kloten. Mijn stem is vrijwel weg. En we gaan nu gewoon even lekker op kantoor kijken om te kijken hoe de sfeer is. Yes! Hoe is het? Ja, goed. Gaat hartstikke goed. We zijn even op kantoor. Eigenlijk gaan we hier de laatste 2 uur doorbrengen. Om ervoor te zorgen dat alle strijders die nog aan het kijken zijn, nou ja, toch wel een beetje enigszins worden vermaakt. Hallo, het is 7:15 's ochtends. We zitten hier even met z'n allen hier ook. Kijk, de camera staat nog steeds aan. Iedereen is nou, tamelijk enthousiast om zo te zien. Yay! En we hebben bijna 30.000 abonnees behaald. Ik heb besloten om mijn doelen maar bij te stellen. Je merkt wel dat naarmate je, zodra je weer wakker wordt, dan gaan mensen ook weer sneller abonneren. Dan worden ze wakker en denken ze, ah joh, ik geef die jongen nog een kans. Dus laten we met z'n allen even wachten tot de 30.000. En dan gaan we toch een klein beetje een feestje vieren. Want dan hebben we toch nog een leuke mijlpaal behaald. Ook al is het niet de 100.000 waar we op gehoopt hadden. Is het gelukt? Even een dubbelcheck. Ja, we zijn nu 30.004. We hebben 30.000 abonnees, dames en heren. Lekker! Woe! Ja, ik ben wel overtuigd van het feit dat we een leuke livestream hebben neergezet. We zijn naar plaatsen geweest door heel Nederland. We hebben jullie bezocht. En dan denk ik toch dat het bijna zover is. Dan denk ik toch dat we af kunnen gaan tellen. En dat we officieel 24 uur live zijn geweest. Het is 8 uur, dames en heren. Heerlijk. Ik weet eigenlijk helemaal niet hoe deze stream uitgaat. Wie gaat er op de knop drukken? Ja? Ja, ik wil graag zelf even drukken. Iedereen hier bedankt voor het meehelpen. Wij gaan lekker slapen. En tot de volgende keer maar weer. De groeten. Kappen met deze rotzooi. Ja, deze is toch al weg. Maar deze doet het nog. Hero, iedereen, even een applausje voor jezelf. Ik kan het niet, want ik heb een camera in mijn handen. Het is 7:02 ochtends op zondag en we zijn 24 uur live geweest. We hebben 30.000 abonnees erbij gehaald. 700.000 kijkers op de stream gehad, dus dat is echt absurd. Maar ik heb wel slecht nieuws, namelijk Gekkenwerk. 100.000 abonnees binnen 24 uur halen is helaas mislukt. Dus dat is jammer, maar ik vind het wel legendarisch wat we gedaan hebben. Ik heb een superleuke dag gehad en dat is uiteindelijk waar het om draait. Dus iedereen die vandaag in actie is gekomen, dank jullie wel. Ik ga lekker slapen de hele dag door, maak me geen reet uit. Ik doe mijn telefoon uit, ik doe mijn ogen dicht en dan is het voorbij. Wil je nou een nieuw seizoen van Gekkenwerk? Laat het even weten hieronder in de reacties. Abonneer op mijn kanaal. En dan zie ik jou sowieso weer bij een nieuwe video komende woensdag. En misschien wel bij een nieuw seizoen Gekkenwerk over een paar maanden. Bedankt voor het kijken. Iedereen die heeft meegeholpen vandaag. I love you. Doe eens gekje met normaal genoeg. Tot de volgende keer.